Nee, Luca, joh. Ik kijk toch niet. Waar gaan we naartoe? Marbella. Marbella! Wow! Spanje! Wow! Ik vind het ook leuk. Oh ja, kijk, nu komen we in een iets andere buurt terecht. Zie je? Kijk, minder onderhouden en zo hier. Zo. Nou. Yes. Anders dan Marbella. Zo koud, ik vind het een leuke wijk. Nou, ik vind het gezellig. Ik voel me eigenlijk al meteen thuis. De stoep is weg. Heb je de stoep verkocht? Lijkt wel op, hè? Oh my god. Serieus? Leuke haai. Oh my god, meiden. Wauw. Ja. Nee. Oh, zwembad. 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 Oh my god. Lekker, man. Maar dat mensen hier gewoon zo kunnen, dit is hun huis. Ze leven hier. Ze wonen hier gewoon. We zijn er. Dit is hem. All right. Zo. Yes. Zo, dit is de keuken. Wow. Ja. Met een oventje. Ja. En that's it. Water. Water. Inderdaad, ja. Water, stromend water. Ja, dat misten we, ja. Water. Uh-oh. Ja, en dan loop je de keuken in. Dan zie je inderdaad dingetjes die niet afgemaakt zijn. Geen stromend water. Geen stromend water, dat op nummer 1. En de keuken is het hart van het huis. En je kan er... Het is gewoon geen keuken zonder water. Oh my god. Ziek. Oh my god. Ja, als je dit zo ziet, dan is het gewoon zoals het hoort te zijn. Toen ik eenmaal binnenkwam en de keuken zag, realiseerde ik me eigenlijk dat ik wat ik hun aandoe eigenlijk. Niet naar boven moeten rennen om het af te wassen, niet met een hete pan afgieten. Wat is dat? Nog een zwembad? Wow. Oh my god. Wow. We hebben gewoon twee. Mama. Dit is not normal. Ga je erin? Ja, leuk. Hier kunnen leuk. We van genieten, hè? All right. Oké. Ja. Dat is een kale trap. Wat blij dat het dat ik weet niet wat het is met trappen zonder bekleding, maar ik heb het gevoel dat je er elk moment erheen kan zakken. The master bedroom. Ik zal eens kijken, is het design of is het echt een lamp? Dit is de lamp. Ja, die hangt al aan een draadje. Daar zou ik mijn leven niet vanaf laten hangen. Nee. Oh, vet. Vet. Wow. Twee wc's. En twee wc's. Wauw. Oh, ik vind het echt cool. Holy moly. 50, 60, 65. Dat is om €80. €80. Dat geven we uit alsof het niks is. Ja, het gaat er heel snel uit. Alsof het niks is. Dat kost een taxi. En als we een Uber Black bestellen naar het restaurant waar we naartoe gaan. Ja, nee, budget, daar schrok ik eigenlijk wel een beetje van. Ja. Het is niet alleen eten. Het is inderdaad kleding. Het is alles voor die vier meiden. Ja. Daar staan dat ze geld heeft voor zichzelf, voor iets leuks. Als er een verjaardag is, als er inderdaad een wasmachine kapot gaat, wat dan? Maar ja, dat is natuurlijk wel een... Voor vijf mensen. Voor een week. Als wij eerlijk zijn, gedeeld door 5 doen keer 2. €32. Kunnen wij dat? Dat moet alles van betaald worden, hè? Ja, maar dat is onmogelijk, joh. Het is echt onmogelijk. Wauw. Gewoon een hele stapel. Gewoon hele. 50, 250. 750, €1800 per week. Weet je wat wij hebben in een week? Dit hebben wij in een week. Ik zie zoveel geld en die mama weet geen... Ik krijg gewoon blackout. Ik weet geen eens meer wat... Ja. Boodschappen kopen. Maar we hoeven niet te koken. Dit is een saladilla russa with prams. Wow. Mm-hmm. Hoe voelen jullie? Verwend of zo? Verwend. Proost. Op de familie van het huis hier. En dat we dit allemaal samen kunnen meemaken. Ik had nooit kunnen bedenken dat ik een privé kok zou kunnen inhuren. Is gewoon next level. Is gewoon eigenlijk voor bekende, beroemde mensen.
Ik heb ze altijd wel dit een keertje willen laten meemaken. Van ja, samen zijn. Dat is gewoon onvoorstelbaar. Johnny Cake, wat is dat? Dat ken ik helemaal niet. Antilliaans. Johnny Cake zijn gefrituurde broodjes die veel op de Antillen worden gegeten. Voeg mix melk en margarine samen. Oké, flink kneden tot het deeg stevig wordt. Bolletjes uitrollen in de pan en goudbruin bakken. Echt met die vrouw te doen dat hier de afwas moet gebeuren. Die best. Is smakelijk. Op zoek van een cijfer van 0 tot 10. Ik geef het een 4,5. 4. Hallo familie. Yes. To learn how to play golf, the most important thing is to control the direction. I have to finish pointing to the target. Het gevoel dat ik bij golf krijg is presidentenstatus. Ik voel me een beetje die Obama-familieachtige sfeer hier zo. Dus we gaan proberen niet het herengewaardse wat we hebben hier neer te leggen. Maar gewoon een beetje netjes doen. Look at the ball. Go. Yeah. Ja, dit is een hele wereld die voor je open gaat. Het is echt dat ik als kind alleen maar dacht aan je kan voetballen of je kan buitenspelen. En dit is volgens mij voor de rijk een beetje buitenspelen. Ik heb een lijstje gemaakt voor de belangrijkste producten die we moeten halen om alle voedingsstoffen binnen te krijgen. En dan kijken hoe ver we komen. Hé, dat is €5,40, hè? Ik had niet verwacht dat het zo duur zou zijn. Is dat duur, zeg, hé? Ja, dat is duur. Ik sta er echt van te kijken, weet je dat? Het is verschrikkelijk om zo met die boodschappen te moeten doen. Normaal gesproken lopen we zo langs een rek en dan de boodschappenkar ernaast. En dan... Deze moeten we hebben. Nou, dat gaat het niet worden. Ja, of we gaan geen koffie drinken. Wat kunnen we weinig kopen voor dit geld? Het is gewoon om verdrietig van te worden. Ik denk dat we met deze spullen wel voldoende hebben om in ieder geval niet te verhongeren. Niet te verhongeren en ook nog redelijk wat goede stoffen binnen te krijgen. Ja. Ja, waar ik hou van eten, omdat eten is echt een geluksmomentje waar ik naar uitkijk. En dat gaat er wel vanaf. We worden het stiks. Ja, ik denk dat het op zich oké is gegaan. Op een lichte blamage bij de kassa na. Deze kunnen we helaas sowieso niet. Gaat helaas excuses. Niet nee, stond toch even verschut, te weinig geld. Ja. Dit niet, dat niet. Ja, het was eigenlijk niet op een leuke manier boodschappen doen. Nee. We have a kind of a special menu for you. Oh my god. Thank you. Wat is dit? Caviar. Hey, dit is onbetaalbaar. Oh? Dit is niet normaal. Enjoy, family. Oh my god, lekker koffie. Ja, dat is heerlijk. Perfect. Hier moet je het knopje omzetten. En gewoon van genieten. €512. Oh my god. Zoveel geld is het absoluut niet waard. Waarom niet? Omdat ik voor dit heel veel moet werken. Hier kan ik mijn rekeningen mee betalen. Ik heb nu gewoon letterlijk gewoon mijn huur opgegeten. Thank you. Thank you, family. Thank you. Zou je ons meer kunnen vertellen over je zus? Nou, hoe zou je haar omschrijven? Laten we daar eens mee beginnen. Een hele sterke vrouw, ondanks die belastinggedoe en kreeg alleen maar rekeningen. Hele toeslagenaffaire. Juist. Ja, dat is het. Oh nee, er is haar slachtoffer. Juist. Holy shit. Ja, wij realiseerden ons natuurlijk de situatie van de keuken. Ja. En we dachten van, wat kunnen wij nou doen om haar en haar gezin te helpen? Ja. Lang verhaal kort, dus ik heb een nieuwe keuken gekocht met een betalingstermijn. Nee, jullie zijn gek. En die gaan we morgen installeren. Nee, echt? Ja, dus zometeen als ik weer in mijn oude situatie zit, of in een oude situatie zit, waarin ik geld te besteden heb, dan kan ik hem betalen. Word gewoon een beetje emo van. Spannend! Gaat het? Ja. Ja. Oké, okay, maar even neer. Hey, goedemorgen. Hey. Man, van Noemi is handje nodig? Of... Jazeker. Heel te fijn. Voorstellen. Ziekte voor. Hey, goedemorgen. Henk-Jan. Arend. Yes, hey, Arend. Je hebt de buren, de buurman. Ja, de buurman. Nou, we kunnen zeker hulp gebruiken. Zeker weten. Hier onderin. Oeh, ik ga schoenen uitkiezen. €35. 35? Ja. Maar ik wil ook een pet eventjes. Ik zag het al toen ze binnenkwamen.
ze hebben geen rem. Ze zijn echt zo, oké, wauw, wat kunnen we uitkiezen? Wat kunnen we doen? Dus dat merk je direct. Ze hebben een tweestrijd. Het is een gevoel, is iets van, je voelt je schuldig. Omdat je ook weet dat het gewoon niet meer kan gebeuren. Dus dit is echt dat ik hun ook mentaal moet voorbereiden voor jongens. Dit kunnen we nu doen. Wel leuk, hè? Heel leuk. Ben je blij? Nice. Mooi, man. Yes. All right. Top. Oh, super. Warm en koud. En ook de leden van de kerkgemeenschap dragen hun steentje bij. Hallo. Hey, wie hebben we daar? Jeetje, jongens. Veel gedaan hier. Dat is mooi geworden, zeg. Ja, top, hè? Nou, we zijn blij dat jullie er zijn. Dit is echt fantastisch. Het is echt het mooiste cadeau dat deze familie kon hebben. En een mooie keuken voor de vier meiden. Ja, dat is een nieuwe start eigenlijk om weer om verder te gaan en te knokken voor de meiden. En nu nog de finishing touch. We gaan aan de slag. Je ziet, het is een beetje een bouwplaats. Het is een rommel hier. We zijn wel lekker bezig met z'n allen. Heerlijk. Zo. Doe mij maar een biertje. Wat een luxe, hè? Ik had nooit gedacht in mijn leven dat ik zo blij zou zijn met een gootsteen. Nee. Nou, precies dat dus. Ik ben wel trots op dat het gelukt is, zeker weten. Ja. En uiteraard met dank aan, aan alle mensen die geholpen hebben hierbij. Zonder hun was het nooit gelukt. Nou, ik ga deze verpassen. Ik weet geen of ik erin pas. Dit is dan 3, 2, 1, go! Tadaa! Wauw! Hartstikke leuk. Ik vind het mooi. Ga even meiden. Ik vind het echt mooi bij haar staan ook. Zoveel geld voor een jurk doe ik niet. Ik heb het niet gedaan. Waarom heb ik het niet gedaan? Omdat ik ten eerste het geld er niet voor over heb. Ik weet dat ik gewoon een goede voorbeeld voor mijn kinderen wil zijn. Ik kan het hun niet geven. Dus als wij naar Nederland gaan en hun dus een jas zien van €250... dan verwachten van, ja, mam, maar hey, easy go, we kunnen het toch gewoon doen? Nee, dus ik heb het gewoon niet gedaan. Kijk eens, meiden. Zo heb ik ook mijn handen vrij. En het maakt me op zich wel wat slanker in plaats van het heuptassie. Ik vind deze heel leuk. Ik heb ervan genoten, hun hebben er allemaal van genoten. We hebben een unieke ervaring mee mogen maken. Ik hoop dat de meiden zullen meenemen. Geld is niet alles. Je moet echt wel werken als je iets wilt hebben. En het wordt niet zo simpel in je schoot gegooid. Nu hebben we het toevallig wel een week gehad. Maar het was wel een pure ervaring voor ons om dit mee te maken. Dus mijn wens is uitgekomen. Ik heb ze nieuwe dromen gegeven. 1, 2, 3. Ik vond het een super gave ervaring, heel bijzonder. Dag, lief, fijn huisje. Oh. Dag, buurt. Dag, buurt. Wat we het allermeest gaan missen is het lekker weer, het zwembad, het lekker eten, al die bergen en ook hoe groot deze huis is. Ja, hè? Nou. There we go. Doeg, lief huis. Doei, lieve zwembad. Zo. Oké, nou. Het ziet er allemaal in eerste instantie keurig uit. Zo, hè. Oh, zo. Fijn om weer thuis te zijn. Heerlijk. Ja. Oh, huisje toch. Oh, denk je dat ze... Nee, jongen. Jawel. Oh. What the fuck? Oké. Nee, dit had ik niet verwacht. Oh, wat is dit? Oh, wat erg. Dit had ik niet kunnen bedenken. Ja, het is bizar. Lieve familie, welkom terug in jullie warme huis. We hebben afgelopen week hard gewerkt om een nieuwe keuken voor jullie te verwezenlijken. Jullie zijn echte leeuwinnen. Geniet van de keuken, hij is jullie meer dan gegund. Veel liefs, Henk, Jan en Linda. En nu deze. Wat een prachtig mensen, zeg.